12 jaar lang is Eddy Wouters speler van Antwerpen. U ziet hem hier in beeld met rug nummer 2. Op zijn 33ste in 1969 wordt hij dan voorzitter van de club. Hij brengt Antwerpen van tweede klasse naar de subtop van het Belgische voetbal. Eén prijs pakt hij, in 92 is dat. Het is gedaan, hij mist nog ook. De beker is voor Antwerpen. Antwerpen wint de beker van België. Een jaar later speelt het Europa Cup 2 finale op Wembley. Nog eens 5 jaar later degradeert Antwerpen. Tot het jaar 2000 moeten de Antwerpfans wachten tot hun club weer naar eerste mag. Een van de mooiste momenten van mijn carrière. Gaan is goed, maar terugkomen is nog beter. Maar in de hoogste klasse vindt Wouters nooit meer de aansluiting met de subtop. Na 4 jaar en een echt rampseizoen degradeert Antwerpen terug naar tweede. De prestigieuze oefenpot tegen het grote Manchester United is maar een voetnoot in het tegenvallende sportieve succes en de rommelingen in de bestuurskamers. Lang geleden dat ik u zo zien glunderen heb. Ja, misschien de laatste keer. Het worden profetische woorden. Op extra sportief vlak wordt de situatie dramatisch. Ja, moeten de supporters zich zorgen maken? Jij mag je ook zorgen maken, iedereen mag zich zorgen maken. Schuldeisers, deurwaarders, licentieproblemen. Het houdt niet op de Bosuil. De supporters keren zich tegen hun voorzitter. Antwerp dreigt te verdwijnen, maar Wouters wijkt niet. Tot de groep Verhagen-Hofmans komt aankloppen met centen. Het lijkt de inleiding van de exit van Eddy Wouters. Begin dit seizoen, wanneer de samenwerking officieel wordt, voelt een geslagen Eddy Wouters de bui al hangen. Er is altijd een verschil tussen de etiket en de inhoud van de fles. Hè. Dus ik denk dat het meer overname is dan samenwerking. Denk ik, ja. Gisteren op 9 januari 2012 volgt dan het ontslag. Na 42 jaar komt er een einde aan het voorzitterschap van Eddy Wouters. Een van de meest iconische figuren in de Antwerpse voetbalgeschiedenis.